Welkom bij Wat Mannen Denken. Weet je iets van vrouwen? Ja, een beetje wel. Denk ik. Ja. Nou ja, wij gaan het testen. Ja, gaan we achterkomen. Ik ben heel benieuwd. We hebben onze vrouwlezeres een aantal pittige dilemma's voorgeschoteld. En het is aan jou om in te schatten wat ze hebben gekozen. Ik vind het spannend, hè? Ik ben doodsbang. Zullen we dan maar gauw beginnen met de eerste vraag? Doe maar dan. Waar kiest de vrouw voor? Kiest de vrouw voor een man die altijd flirt met andere vrouwen? Of een man die niet flirt, maar die niet trouw is? Dus een man die gewoon wel flirt, maar uiteindelijk niks doet? Mm-hmm. Of een man die... Oké. Nou, dan denk ik dat ze liever een man heeft die gewoon flirt met andere vrouwen, maar verder niks doet. Je hebt het goed. Overweldigende 86% antwoord dat. Hoe zit het met jouw flirtgedrag? Ik kan goed flirten. Volgens mij wel, hè? Ja, vind ik leuk. Ja. Doe je dat met die blue eyes zo die zwarte wimpers dat je... Ja. Maar doe je dat ook met je vriendin ernaast? Ja. Ja? Ja. Vindt zij niet vervelend? Als jij voortdurend omgekeerd... Ik heb heel veel aandacht voor mijn vriendin, maar volgens mij... Ja, nee, ze vindt het prima. Oké, okay. Zo streng zijn we niet. En hoe vaak ga jij vreemd? Gemiddeld? Nee. In het weekend ook? Of alleen door de week? Nee, het gaat best goed wat dat betreft. Ik heb er nu eentje waar ik wel echt voor ga. De volgende. Een vrouw kiest voor liever de rest van haar leven op dieet of dan maar 10 kilo te zwaar? Nou, ik denk dat 10 kilo nog net binnen, als je dan niet meer dan 10 kilo te zwaar, maar gewoon echt, als je voor de rest van je leven weet van ik ben alleen maar 10 kilo te zwaar. Ik denk dat de meeste vrouwen dat nog wel een marge vinden van nou ja, dat kan je nog wel verbergen met goede corrigerende kleding. Gok ik zo. Dus, en de rest van je leven op dieet, dan... Ja, dat... Nee, dat wil je niet. Nee, ik denk dat ze dan zeggen van, nou goed, die 10 kilo, daar ga ik wel voor. Als het 30 kilo zou zijn, dan zouden ze het niet doen. Maar voor 10 kilo te zwaar. Wederom goed. Gaan jullie ook nog moeilijke vragen stellen? Of, nee. Oh. Gaan we zien. Pas maar op, maar 73% heeft geantwoord, nou ja, dan maar 10 kilo te zwaar. De derde. Oei. Die is pittig, hoor. Waar kiest de vrouw voor een extreem kleine piemel of een extreem grote piemel? Dus het is of je voelt niks of het doet pijn. Dat is dus de vraag. Dus of, nou ja, ik denk dat vrouwen dan liever denken van, ik neem een grote, maar dan gebruik ik er gewoon een stukje van. Dan topje? Ja, just the tip. Ja, ik denk ze gaan voor de grote. Denk je? Ja. Ja, inderdaad. 75%. Ja. Ja. We gaan door naar de volgende vraag. Ja. Gaat goed hoor. Wat heeft een vrouw liever? Een arme, knappe jonge man of een rijke, oude man? Vrouwen maken zichzelf wijs dat ze dat geld niet uitmaakt en dat ze liever dan een knappe jonge man hebben. Hmm. Ze zullen eigenlijk moeten zeggen van het maakt allebei niet uit, het gaat om de inhoud. Ja. Dus dat is veel belangrijker. Ja. Dan gaan ze toch voor de iets oudere man met geld. Helaas. 69% heeft liever een arme, knappe jongeman. Ik heb er één fout. Je hebt er één fout, dat is wel jammer. Ja. Ja. Nee. Maar goed. Maar je hebt nu weer de kans om geen goed te scoren. Ja. De vrouw heeft liever een man met als hobby sportvissen dan een man die iedere vrijdagavond uitgaat. Wat denk jij? Waar kies ze voor? Ik denk toch dat de meeste vrouwen toch wel een beetje een hippe man willen die... Heel hip, hier zitten drinken in de kroeg. Die uitgaat. Nou, ja, nou, mijn gevoel zegt de uitgegaande man. De man die uitgaat. Nee. Gaan jullie vrouwen nu voor een sportvissen? 55%. Het hangt er wel. 55%? Ja, het heeft liever. Het zit nog echt net binnen de foutmarge, hè? Ja, je hebt er nu 3 goed. Ja, ik begon heel goed, maar ik ben daarna ingestort. Ja, en om te kijken waar jij nou precies in de ranking komt, hebben we nog een benaderingsvraag als laatste. Hoeveel procent van de vrouwen durft niet te rijden in het buitenland, denk jij? Ik durf zelf niet te rijden in Engeland. Dat vind ik echt heel eng. Maar hoeveel vrouwen niet durven te rijden in het buitenland? Ja, 30% niet. 30% durft het niet. Nee, het is maar 14%. We zijn stoerder dan je denkt. Ja. Ja, dus die vrouw die gaat toch wel de route du soleil. Ja, nou ja, hoe heb je het gedaan? Je zit niet in de top 3, maar je staat wel boven de Ries Rolfink.
Ik kan hier wel mee thuiskomen, toch? Ja, toch? Bedankt voor je komst. Dankjewel.